Daar staat hij, het People's Pavilion, het congrescentrum voor de Dutch Design Week, maar dan eentje met een bijzonder kantje. Alles wat je ziet is geleend en er mocht niks aan veranderd worden. Alles lenen, aan elkaar knopen, een mooi gebouw maken en daarna alles weer netjes teruggeven. Het gebouw is opgezet om 12 betonnen heipalen, ook geleend. Het lenen was niet het allermoeilijkste. Het moeilijkste is door al die verschillende bouwmaterialen met verschillende maten toch samen te brengen zonder te zagen, lijmen, boren of schroeven. En de buitenkant, al die gekleurde tegels, die zijn gemaakt van plastic dat gehaald is uit het Brabantse afval. Het is niet voor niets dat het gebouw op de Dutch Design Week staat. Veel designers denken na over de vraagstukken waar de wereld voor staat. Duurzaam bouwen is een belangrijke. De stad van de toekomst, die is hier, die begint nu. Dus het gaat er eigenlijk over, hoe gaan we dat nu straks naar die toekomst brengen en hoe doen we dat eigenlijk op zo'n manier dat iedereen daar onderdeel van uitmaakt. In het paviljoen praten straks mensen uit de hele wereld met elkaar. Dit is niet iets wat ophoudt bij de grens. Hier delen we ervaring uit bijvoorbeeld Singapore, uit bijvoorbeeld ook landen in Midden-Afrika, uit Zuid-Afrika. En dat brengen we allemaal samen en dan kijken we naar wat we kunnen doen en leren van elkaar. Het was een lastige puzzel, maar het is gelukt. Niet geboord, niet gelijmd, niet geschroefd, niet gezaagd. Het gebouw voldoet nu aan alle regels die er zijn. Maar het is ook een super gaaf gebouw en een super gaaf experiment. En ik ben zo blij dat het lukt. No.